Bij de eerste testvluchten in 1903 had uitvinder Wilbur Wright al de visie: vliegen wordt voor mensen iets heel normaals. En de burgerluchtvaart blijft dan ook groeien. Amsterdam Airport Schiphol is een populaire luchthaven. En binnenkort zullen we 70 miljoen passagiers ontvangen en 500.000 vliegtuigbewegingen. Met de beperkte capaciteit die we hebben, is het dus zaak dat we die optimaal benutten. En daarom zijn we het Digital Airport programma gestart. Airport Control binnen dat programma is heel erg belangrijk, omdat daar gekeken wordt naar passagiersstromen, bagageprocessen en vliegtuigafhandeling. En dat is nodig om onze klanten optimaal te kunnen bedienen. Passagiers gaan door check-in en bagagedrop-off via security en paspoortcontrole richting het vliegtuig. Vliegtuigen komen aan, gaan naar de juiste gate en worden klaargemaakt voor de volgende vlucht. Ondertussen moeten ook bagage en overstappende passagiers het juiste vliegtuig bereiken. Airport Control heeft honderden sensoren in de terminal geplaatst. Deze brengen de gecompliceerde passagiersstromen in beeld. Bij Airport Control draait het om grip krijgen op wat er op de terminal gebeurt. We werken samen naar één gezamenlijk doel. En dat is vliegtuigen veilig en op tijd laten vertrekken met passagiers en hun bagage aan boord. Nou, binnen Airport Control zijn we bezig met de ontwikkeling van Wilbur. En Wilbur is vernoemd naar de pionier van de burgerluchtvaart. En net zoals zijn voorganger heeft Wilbur een vooruitziende blik. Zo kunnen we bij de te verwachten capaciteitsproblemen 4 uur van tevoren voorspellen wat eraan zit te komen qua situatie. En vervolgens daar actief, proactief regie op voeren. Airport Control is constant bezig met digitale innovaties om de operaties soepel te laten verlopen. Zoals de sensoren binnen de terminal die belangrijke data over passagiersstromen genereren. Dit is weer onmisbare input voor Wilbur, die deze data samenvoegt met informatie uit andere bronnen tot 1 compleet overzicht. Zo kunnen onze regisseurs tot wel 4 uur vooruitkijken en vooraf bijsturen. Kunstmatige intelligentie geeft Wilbur de mogelijkheid om te leren van situaties en helpt ons bij het nemen van de beste beslissingen. Daarnaast kijken we terug met data-analyse. Het combineren van deze elementen is een unieke, vernieuwende manier van werken waarbij we continu optimaliseren. Met Wilbur hebben we de ambitie om onze medewerkers bij Airport Control in staat te stellen beter regie te voeren over de operatie. We hebben vaak te maken met grote vakantiedruktes of operationele verstoringen. Hierbij lopen we het risico dat vluchten op een ander moment vertrekken of aankomen dan dat we in eerste instantie hadden gepland. Nou, om de impact hiervan te beperken combineren wij veel informatie uit veel verschillende systemen. En dit is bijna een onmogelijke taak. Alleen in ons vluchtinformatiesysteem hebben we al meer dan 30.000 wijzigingen per dag. Wilbur filtert de meest relevante wijzigingen en toont wat dit betekent voor het proces en waar de mogelijke oplossingen liggen. Bijvoorbeeld het effect van een gate change. Hierdoor kunnen de verschillende regisseurs beter met elkaar overleggen en samen maatregelen nemen. Het effect? Vliegtuigen vertrekken veilig en op tijd. Ook bij verstoringen en de toenemende drukte. Airport Control verbetert de operatie met de allerlaatste digitale innovaties. We zijn hard bezig om onze ambitie waar te maken. Kom naar onze demo's of kijk op de Schiphol-website voor de laatste ontwikkelingen.